Goedemiddag iedereen, welkom bij deze webinar van klasse. Vandaag hebben we het over focus in de klas, over aandacht en dus over de vraag die leraren een schooljaar lang bezighoudt. Ja, hoe hou ik mijn leerlingen bij de les? Hoe zorg ik ervoor dat iedereen oplet? Ik ben Seb van klasse en vandaag leg ik jullie vragen voor aan Dieter Baes, professor psychologie en ADHD-expert aan de KU Leuven. Uh, welkom Dieter, we hebben jou hier natuurlijk niet zomaar uitgenodigd. Kan je heel even kort vertellen. Wat jouw expertise precies is. <laughs> dus ja eerst en vooral dank voor, uh, voor de uitnodiging. Um, ja, ik ben dus die dus ik ben van opleiding uh, klinisch psycholoog en uh, gedragstherapeut. Um, en ik ben uh, voornamelijk. Um, uh, als, uh, ja, als hoogleraar uh, verbonden aan uh, gezins- en orthopedagogiek van KU Leuven. En daar is ook voornamelijk onderzoek naar. Uh, alles wat met interventies in scholen en um, hulpverlening te maken heeft. wat op de grens steeds zit tussen executieve functies en ADHD. En daar loert uh, aandacht ook wel snel rond, uh, rond de hoek. En ik doe ook nog een stukje klinisch werk uh, binnen Praxis P, ook verbonden aan uh, KU Leuven. Ja, ja, wij vonden dat alvast. Voldoende redenen om je straks een aantal vragen van leraren voor te leggen. We hebben zowel vragen die mensen vooraf instuurden. als vragen die nu naar voren komen. Want dat kan dus, als je vragen hebt voor Dieter. stel ze dan gewoon in de chat en dan spelen wij ze door. We doen ons best om binnen de grenzen van dit lesuur. op zoveel mogelijk vragen een antwoord te geven. kwestie van jullie aandacht ook niet oneindig op de proef te stellen. En onze excuses indien we er niet in slagen om, om elke vraag uh, een antwoord te geven. Ook al even zeggen dat wie deelneemt aan deze webinar, nadien nog een mailtje krijgt met daarin meer artikels van klasse over dit thema en ook een opname van de video, als je het graag nog eens rustig opnieuw bekijkt, uh, die ervoor we naar de vragen overgaan, leggen we je graag enkele stellingen over dit thema voor. Ben je klaar voor de eerste? Dan komt ja, die zo meteen in beeld. Aandacht is licht uit, spot aan. Kan je daar even op ingaan? Okay. Jawel. Um, ik, ja. Uh... Ik krijg meteen het beeld van een leerling die aan zijn bureautje zit te werken, met de bureaulamp erop, in een donkere kamer, en enkel maar een focus op zijn documenten die hij moet instuderen. Dat is een deel van aandacht. Dat is misschien niet het meest functionele deel van aandacht, maar wel eentje die er ook is. We noemen dat selectieve aandacht. En selectieve aandacht is niet de beste vorm van aandacht, omdat je te veel uh, wordt opgezogen door datgene waar je mee bezig bent. Uh, dat klinkt misschien heel interessant om zo'n hyperfocus te hebben, maar stel je eens voor dat je aan een uh, opdracht uh, bezig bent en de leerkracht stelt bij zichzelf uh, bij zijn instructie een fout vast en die wil die corrigeren en die geeft aan de klasgroep op dat ogenblik nog wat bijkomende informatie en jij zit daar helemaal verzonken in uh, de, de opdracht die je aan het afleggen bent. Dan heb je die informatie gemist omdat je te veel in je eigen bubbel zit. Dus die selectieve aandacht vinden we eigenlijk niet per se heel goed. Een al iets gematigdere versie is gefocuste aandacht. En daar heb je net wel die interactie nog met de buitenwereld. Dus daar ben je wel nog ontvankelijk voor prikkels van buitenaf. Je kan ook bij gefocuste aandacht iets meer kijken naar heel specifieke informatie waarnaar je op zoek bent. Stel je voor je weet. Dat, uh, dat je de naam van een leerling zoekt Fijs, maar je hebt een lijst gekregen die helemaal niet alfabetisch geordend is. Ja. ja, Fijs, een korte naam, een naam die met heel wat geblokte letters ook begint en niet met ronde letters. Dan ga je heel snel kunnen gaan uh, screenen op een document. Lange namen gaan er meteen van tussen in je screening. Uh, ronde lettervormen gaan er ook meteen van tussen. Dat is gefocuste aandacht. Dat is een stuk meer ingegeven door ja, uh, doelmatige processen, zeg maar. Dat is een tweede vorm. Hè. Dus je hebt al selectieve, niet zo functioneel gefocuste. En dan uh, zijn er nog uh, ja. volgehouden aandacht en verdeelde aandacht. Volgehouden aandacht, de naam zegt het zelf. Hè. Dat is uh, lange tijd je aandacht kunnen op iets richten, op een en dezelfde taak. Um, is misschien ook wel de, de vorm van aandacht waar de meeste vragen bij zijn van uh, hoe lang moet je dan die aandacht uh, kunnen houden? Ja, we houden en, uh, ja, en dan vrees ik dat ik heel veel mensen ga teleurstellen. Want daar is eigenlijk geen goed antwoord op. Er is best wel wat onderzoek naar gebeurd. En dan krijg je hele leuke formules: leeftijd maal twee minuten, leeftijd maal één minuut plus vijf minuten. Maar telkens een andere formule. En dat verraadt eigenlijk dat de duur van die aandacht, van die volgehouden aandacht, vooral bepaald wordt. Door andere factoren dan het kind. Uh, namelijk met welk materiaal moeten ze aan de slag? Uh, hoe ziet de, de context eruit? Is er veel afleiding? Is er weinig afleiding? Dus het is heel moeilijk om daar een rechte lijn uh, in te trekken. Maar de, een leerkracht heeft eigenlijk uh, ja, de beste tool in handen. En dat is. Je hebt er 20, 25 uh, al snel, hè, die allemaal. Um, iets van informatie in dat verband uh, geven. En als je ziet dat een leerling telkens als eerste afhaakt, uh, bij welke taak dan ook, ja, dat is al op zich al, al heel um, inzichtgevend. Maar je gaat vooral heel veel voesprieten, denk ik, moeten hebben om te zien wanneer is niet die ene leerling, maar zijn ook die andere leerlingen aan het afhaken. Want dan zal we tijd zijn... Het op te om, vangen wanneer de groep precies ophaalt. Ja. Ja. we kunnen er wel van uitgaan zijn. dat die aandacht toeneemt met de leeftijd. Ja, 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 absoluut. Hè. Dus daar zitten ook van die formules. Um, het, uh, dat gaat uh, heel goed en dat blijft eigenlijk nog goed gaan tot ver in de dertig. Daarna uh, gaan, we, gaan we niet meer verder spreken. Daarna gaan we door. Maar, weer <laughs> maar um, dus het, is, uh, het is wel alleszins opwaarts uh, vanaf, uh, vanaf kleuterleeftijd richting uh, secundair onderwijs, absoluut. Ja. 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 Uh, en dan misschien het nog afmaken is er nog een, uh, nog een laatste vorm. Hè? Dat is de verdeelde aandacht. En ook die term zegt het zelf. Het is. Um, ja, switchen binnen een taak tussen verschillende aspecten. Hè. Bijvoorbeeld, um, zeg, um, geef de naam van het land dat gearceerd staat op de kaart en geef de hoofdstad. Ja, dat zijn twee aparte setjes van informatie die je moet onthouden. Dus daartussen switchen is al uh, verdeelde ja. aandacht. Maar ook als je aandacht moet verdelen tussen een, een, een taak en dan een, een woordenlijst. Um, om die, om die tekst uh, te kunnen begrijpen, uh, ook dat is een vorm van verdeelde aandacht. En ik denk dat het vooral van belang is wanneer dat je ja, misschien verontrust bent uh, over, uh, over aandacht. Om eens goed te gaan differentiëren welke vorm is het vooral is. Ik denk dat medewerkers van een CLB daar ook nuttige informatie in hebben. Als je het al een beetje kan gaan voorordenen. Omdat het niet noodzakelijk zo is dat als je wat zwakker bent op volgehouden aandacht, dat die andere vormen van aandacht ook per se moeizamer ja. zouden verlopen. Of een kind kan heel goed zijn in. Zijn focus op één ding houden, maar niet in staat zijn om te switchen tussen de atlas en het werkboek. Zeg ja, maar. absoluut. Dus uh, ja. die verschillende functies van aandacht staan relatief los van elkaar wat dat betreft. Ja, ja oké, okay, interessant. Um, een tweede stelling zou ik zeggen: TikTok verbrokkelt ons brein. Oeh, um... dat gaat natuurlijk echt wel over dat switchen. <laughs> um, uh, wel ja en, en, en nee. Um, ik denk dat. Um... Laat eerst en vooral zeggen: ik uh, denk dat het voor de leerkracht geen aanleiding zou mogen zijn om niet meer lange uh, teksten of uh, lange bronnen van informatie ter beschikking te stellen. Ja. Uh, omdat natuurlijk, als je elke, telkens maar iets van drie minuten gaat aanbieden, ga je nooit aan twintig minuten geraken. Hè? Dus, uh, ja. Maar uh, de, de ver, ja, het is absoluut wel zo hè, dat er heel veel tijd gaat naar, naar schermpjes, naar sociale media. Uh, het komt ook heel veel in de media: uh, de algemene media en de nieuwsuitzendingen. Uh, uh, Um, politici hebben er een mond van vol de laatste tijd, ook een aantal klinici op tv, omwille van uh, een Franse studie die zou verschenen zijn uh, recent, um, ja. waar heel strikte criteria naar voren geschoven werden. Uh, bijvoorbeeld voor de leeftijd van drie jaar geen schermtijd, tussen drie en zes jaar enkel schermtijd als het educatief is en onder begeleiding van uh, een, uh, een volwassene. En dan zijn er ook ja. nog strikte grenzen voor smartphone gebruik. Ja. Um, misschien. Van belang daar om te zeggen van het is niet echt een studie uh, die daar is uh, waar naar verwezen is. Dus is de Franse president Macron die eigenlijk een aantal deskundigen heeft samengesteld om een aantal richtlijnen uh, af te vaardigen. En die hebben naar alle beschikbare informatie gekeken. Maar het is niet zo dat er plots nieuwe informatie is, die zo wereldschokkend is dat we ons, uh, onze, ons gedrag daar ja, zouden moeten want aanpassen. want als je, als je op de stelling voortgaat, TikTok verbokkelt ons brein, dan zou je bijna zeggen sociale media um, ja, beschadigen. Onze hersenen beschadigen onze capaciteit om uh, aandacht te geven aan iets? Um, is, er, is daar bewijs voor? Als het over aandacht evolutionair? specifiek... Uh, evolutionair zou ik, uh, zou ik me nog geen zorgen maken. Zo snel gaat het niet dat uh, de hersenen uh, er anders gaan uitzien. Um, over aandacht zelf zijn er een aantal studies die vooral aangeven ja. dat het snelle switchen, wat je toch bij sociale media sneller doet, ook TikTok-filmpjes uh, die elkaar heel snel opvolgen, of filmpjes afwisselen met... Wie weet wat leerstof en huiswerk, um, dat het vooral die wisselkosten zijn, dat het die multitasking is, die nogal uh, na verloop van tijd binnen één sessie um, uh, negatieve invloed begint te hebben op jouw uh, aandachtsvermogen. Dus het is niet iets wat je opbouwt uh, van week tot week, hè, maar het is binnen de sessie. Hoe langer dan je aan het switchen bent, hoe minder dan je van elke bron waar je even snel over gaat, um, zal blijven onthouden. Dat betekent ja. ook dat als je binnen één bron blijft hè, binnen één filmpje blijft kijken bijvoorbeeld dat uh, dat er op zich niet per se iets aan de hand is um, en dat die schermtijd niet er één op één negatieve invloed op jouw aandacht gaat hebben um, de ja. negatieve invloed zit eerder denk ik op op uh, taalontwikkeling um, dat daar toch wel wat evidentie is dat als je te veel naar schermpjes gaat dat je misschien uh, nuttige interactie gaat misselen uh, we missen beter missen, uh, met minder uh, kans om dat vlak ja. Voilà, um, maar ik onthoud het is vooral dat dat multitasken waarvan we denken dat we het kunnen, dat we eigenlijk niet zo goed kunnen wat enorm veel energie kost. Klopt. En opbouwend. Hè? Ja. Dus hoe langer de, dat je ermee bezig bent, hoe meer negatief nadeel. Ja, ja. oké. Okay. Uh, tijd voor een derde stelling. Hou het tempo hoog, dan lost niemand. Hoor je leraren uh, wel eens zeggen van als, als, als je wilt dat je leerlingen bij de les blijven, zorg er dan voor dat het tempo hoog genoeg ligt. Um, ik zou vooral zeggen: houd de voelsprieten hoog als leerkracht, eerder dan het, het tempo. Ik denk dat niemand op 100% um, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat uh, kan, um, kan functioneren of presteren. Ja. Dus wat dat betreft, denk ik ook niet dat we de aandacht moeten uh, uh, helemaal blijven pushen van, van 's ochtends vroeg tot, uh, tot 's avonds laat. Um, ik denk dat tempo wel een van de factoren is die je in je arsenaal hebt om te gaan variëren. En ik denk dat daar een, een uh, belangrijke uh, zit, dat is een van de parameters waarmee je zou kunnen spelen. Um, um, je, je, kan, je, je hebt er nog een paar andere. Hè. Je hebt uh, eerst en vooral. Uh, Hoeveel informatie ga je aan je leerkrachten overbrengen? Uh, en dan zie je al dat het schoolsysteem zo is opgebouwd dat er voor middagpauzes, soms ook namiddagpauzes zijn. Die ja. zijn er niet voor de leerkrachten om koffie te, uh, te drinken, per se, uh, maar vooral omdat die aandachtsboog van leerlingen niet heel de tijd gespannen kan staan. Uh, dat al, maar daarnaast ook, ja, zie je ook, kan je prikkels ook gaan doseren in hoe dat je informatie gaat aanbieden. Hè? Ook in de interviews die in het klasmagazine stonden, zie je de leerkracht muziek die daar wordt aangehaald ook duidelijk zeggen, ja, ik ga met voldoende witruimte, ik ga mijn cursussen vrij sober houden. Ja. Dat, is een, dat is een hele slimme aanpak, omdat je dan echt duidelijk ook aangeeft waar moet die aandacht gaan opvallen. Dus je gaat eigenlijk een soort van relief kunnen aanbrengen dan in jouw tekst wat je belangrijk vindt en wat je misschien ook wat minder belangrijk vindt. Um, en dan heb je het voorbeeld, hè, dat hebben jullie ook met het interview met mij heel duidelijk naar voren gebracht, uh, uh, met een quote die wat groter staat, over uh, je moet iedereen zo'n beetje meer Google moeten uh, kopiëren. Um, want zij hebben het wel goed gezien, hè, je komt op de Google zoekpagina en je ziet maar ja? twee dingen, een zoekbalkje... Om uw vraag te, uh, in te geven, of uw zoektermen in te ja. geven. En dan het merk zie je ook duidelijk. En dat is wat Google wilt, natuurlijk. Ze willen u helpen, maar ze willen ook uh, dat het merk goed gezien wordt. Ja. En zo kan je ook. Maar wat geen onnodige toeters en bellen. Uh, voilà. Dat kan eventueel wel ergens in een hoekje. Né? Ik denk niet dat we in een steriele klasomgeving moeten gaan zitten. Ja. Maar um, je moet het eerder denk ik, zien als als je het uh, relatief sober houdt, kan je ook meer nadrukken nog gaan leggen. Uh, en de aandacht gaan richten en extra gaan uitnodigen voor bepaalde aspecten. Ja, want als leraar is het soms moeilijk kiezen, denk ik. Je denkt van goh, die vervoegingen die zou ik daar graag op hangen. Um, ik heb hier iets over de geluiden van die de dieren maken, daar hang ik er ook nog bij. Ik heb hier iets van woordenschat schat van Frans dat erbij kan. Uh, WO, ook interessant. En, en voor je het weet hangt, hangt de hele klas vol. Ja, uh, en wat dat is het gevolg de, daarvan? Um, ik denk vooral dat die er mogen mm -hmm. hangen. Hè? Dus er is niks fout mee dat die er uh, hangen. Ik denk dat het risico er misschien eerder in, in ligt dat ze er blijven hangen, ook als we ze niet meer gebruikt worden. Uh, en dan ja. is het iets wat geen betekenis meer heeft, en is het eigenlijk gewoon. Ja, eventueel een afleider um, die uh, ja, mentale capaciteit gaat verbruiken. Hè. Ik denk dat een hele belangrijke om over aandacht te denken is ook, we hebben maar een bepaalde hoeveelheid mentale capaciteit die we kunnen inzetten. Dus op het ogenblik dat er um, aandacht gaat naar zaken die er niet toe doen, en dat kan bijvoorbeeld zijn, een leerkracht die een instructie niet helemaal duidelijk vindt van een leerkracht, de, op de opgave die er staat, zit er naar te kijken ja. en zit zich af te vragen, waar heeft die leerkracht het over? Ja, dat is. Um, Capaciteit die niet kan ingezet worden voor de taak zelf. Uh, dat gaat ook over geroezemoes in de klas. Wordt dat onderdrukt, des te beter, hè, want dat is weer minder um, afleiding en minder capaciteit die naar storende informatie gaat. En op dezelfde manier gaat het over informatie die aan de muren hangt. Uh, je kan uh, het een beetje verlichten hè, en, uh, voor, de leer, uh, voor de leerling en ervoor zorgen dat wat er is aan capaciteit optimaal naar datgene gaat waar je het wil hebben. En daar zit het gevaar, denk ik, van. Te drukke achtergronden. Ja, en net zoals bij die toetsvraag die je daarnet zegt, soms helpt het wel om een toetsvraag tot leven te brengen en daar heel concrete voorbeelden in te stoppen, maar als het eerder een heel grappige vraag wordt of eentje waarbij ze aan iets heel anders moeten denken, dan stoor je misschien onnodig zand in de ogen en is niemand nog uh. bij de zaak. Uh, klopt. Tegelijkertijd uh, wil ik ook wel zeggen, we weten ook wel dat, um, en ik denk dat veel leerkrachten dat ook gaan herkennen, iets wat dicht bij het leven van de leerling zelf komt, gaat veel meer beklijven dan iets wat een verafshow is. Ja. Uh, ik denk um, dat ja, um, als je heel geïnteresseerd bent in, in aardrijkskunde bijvoorbeeld, ja, dan is het, kost het geen moeite om, om op te letten tijdens die les uh, uh, als het u wat minder ligt, uh, ik ga geen vak noemen daar, maar dan ga je waarschijnlijk wat, wat extra energie moeten bijsteken om toch tot hetzelfde resultaat uh, te komen. Ja. Dus dat gaat over een stuk intrinsieke motivatie. En uh, ik denk dat daar uh, ja, een, een grapje kan soms ook wel helpen om net dingen wat beter te onthouden. Hè? Dus het is niet verboden om, uh, <laughs> om er nog wat humor in te steken. Het mag nog. Ja. Het mag nog uh, ja. Tijd voor de laatste stelling, de vierde stelling, Dieter. Uh, een pilletje is nooit de oplossing. Uh, een pilletje is uh, meestal niet de oplossing. Klopt. En is, is zelden, of zou zelden de enige oplossing mogen zijn. Ik denk dat dat het uh, beter uh, uitdrukt. Um, ik denk dat het vooral van belang is om. Um, ja, we, we hebben soms de indruk dat we heel veel diagnostische labels in een, uh, in een klas zien terugkeren. Enfin, ik denk dat dat objectief ja. ook waar is. ADHD is er daar duidelijk. ADHD is er daar eentje van. Um, maar dat is ook maar. Zou je kunnen zeggen een extreem op een continuum. En ik denk dat, je, um, niet, dat het niet zo is dat iemand een label heeft en dat hij dan plotseling een volledig nieuw arsenaal de facto gaat nodig hebben om daarmee om te gaan, maar dat je eigenlijk zou kunnen zeggen: um, die heeft gewoon meer van, een, van hetzelfde als andere leerlingen uh, nodig. Um, als je heel specifiek kijkt naar wat ADHD-ADHD maakt, is het zijn het uiteraard onder andere die aandachtsproblemen, maar ja. ook nog eens dat daar ja, uh, nadrukkelijke hinder- en leidersdruk moet zijn. Dus dat je ziet van uh, achterop halen, uh, geraken uh, met leerstof, met prestaties, en het niet meer kunnen bijbenen, ook sociaal gezien in contact enzovoort. Um, en van die groep die echt die hinder heeft en waar ze ook gaan, dus uh, zowel in de Franse les als in wiskunde als in een thuiscontext, ervaren ze die hinder. Daarvan is eigenlijk de richtlijn uh, door de Hoge Gezondheidsraad uh, in België um, uh, opgegeven dat enkel de ernst, meest ernstige vormen behandeld zouden moeten worden met uh, effectief een pilletje, zoals het dan heet. Dat ja. betekent dat er voor het gros van de studenten met ADHD eigenlijk een andere oplossing wordt voorgesteld. Um, en dat is uh, in de eerste plaats informatie aan alle betrokkenen geven, weten wat er aan de hand is, wat je kan verwachten, maar vooral ook ja, gerichte adviezen gaan geven uh, op jonge ja. leeftijd, aan een, een analyse maken van wat er gebeurt, een oplossing voor zoeken op adolescentenleeftijd, iets meer vaardigheidstrainingen al. Um, en ook wetende dat, dat ja, okay, als dat niet werkt of het is een zeer ernstige vorm, dan kan medicatie effectief um, een deel van de oplossing zijn, in die zin dat je moet weten, net zoals ik heb 39 graden koorts, ik pak een, een pijnstiller. Mijn koorts zal naar 38 graden uh, zakken, maar ik ga me nog altijd niet fantastisch vinden. En dat is eigenlijk ook wel zo in het geval van ADHD. Medicatie betekent niet normalisatie, hè. dat is gewoon een betere toestand. Ook iets meer ontvankelijk, misschien zijn voor. Uh, andere um, oplossingen die worden aangereikt, maar ook uh, het is geen duurzame oplossing. Hè. Net zoals dat na vier uur mijn dat Valgan is uitgewerkt, um, gaat het hier ook zijn en dat, dat zo, hè, na vier, vier ook, ja. uh, tien à twaalf uur, afhankelijk van het type, dat de symptomen ook gaan terugkomen hè. en dus er moet ook wel iets duurzamer dan best naast gezet worden en daar wringt het schoentje soms dat men vaak dat pilletje als de enige wonderoplossing ziet zonder daar iets naast te, uh, te gaan zetten. Uh, maar ik het denk zo dat voor veel jaren ook wel herkenbaar is dat je weet van soms overschrijdt dit mijn draagkracht. Uh, en dat je anderzijds ook wel de berichten hoort dat kinderen die naar het einde van het schooljaar geboren zijn vaker medicatie krijgen. Uh, ja, hoe belangrijk is die context dan? Um, uh, ik denk dat het um, ja, als je natuurlijk maar zeven jaar oud bent is een half jaar een, een wereld van verschil hè. Uh, ja. dan heeft het voor een stuk wel met mijn verwachtingen uh, uh, te maken, uh, denk ik um, um, ik meer medicatie um, uh, ja, hè, maar zoals ik daarnet zei ik denk dat de oplossing niet vanuit die medicatie zal komen, omdat er geen duurzame medicatie is dus ja. het maakt dat uh, beide partijen, de kunst is eigenlijk om, als je naar een uh, naar een aandachtsprobleem of een gedragsprobleem of zo uh, kijkt, om het als een soort van afstemmingsprobleem te gaan zien tussen kenmerken van een persoon en kenmerken van de omgeving ja. um, en um, ja, iemand die in een rolstoel zit, dat is een kenmerk van een persoon, dat is uiteraard, hè, dat, dat zal voor die personen in sommige omstandigheden zal dat voor uitdagingen uh, zorgen. Maar dat verhindert niet iemand om les te volgen. Zolang dat een lokaal toegankelijk is, is een kenmerk van het gebouw dat een lokaal niet meer toegankelijk is, dan heb je een probleem. En dat is net hetzelfde ja. bij ADHD uh, zo. Hoge afleidbaarheid is een kenmerk van een persoon. Hoeft niet altijd in alle situaties het grootste probleem op te leveren. Maar wel als we die persoon in, in een omgeving zetten, bijvoorbeeld een examen. Met nog, twint, met nog weet ik veel 100 andere studenten in de Turnzaal bijvoorbeeld. Die, um, de die die heel, waar omhoog. heel veel afleiding ja. is. Hè, en dan komt het probleem. En het toont ook wel aan dat de oplossing van de twee kanten een beetje zal moeten komen om dat afstemmingsprobleem te gaan, uh, te gaan oplossen. De omgeving kan iets doen, bijvoorbeeld een apart lokaal ja. aanbieden. Maar je kan en mag ook nog steeds wel kijken naar wat kan die leerling kan uh, doen om via professionele hulpverlening ja. Ja. Uh, tot een oplossing te komen. Dieter? Ik stel voor dat we aftrappen en meteen een, een eerste vraag in jouw richting gooien, Dieter. Uh, Steven stuurde deze vraag via Instagram. Die zei: kijk, Mijn vroegere leraar geschiedenis, die kon een uur lang dezelfde werkvorm hanteren. Zij vertelde, en wij gingen aan haar lippen: ja, In de lerarenopleiding kreeg ik dan te horen dat ik werkvormen moest afwisselen om de aandacht van mijn leerlingen vast te houden. Ja, ja Hoe zit dat nu? Hoe valt dat te rijmen? <laughs> Ik denk dat ik dezelfde geschiedenis had. <laughs> ik heb uh, ook eentje werk aan de lippen. Ik denk dat je niet alleen uh, <laughs> um, um, Goh, ik, ik denk dat... Um, wat er net al een beetje aan bod gekomen is, je hebt wel een, een, een arsenaal aan mogelijkheden. Hè? Uh, uh, het tempo hoog houden, heel veel variëren, weinig variëren. Uh, waar we, het nog niet, we hebben het ook over motivatie gehad, in de zin van dicht aansluiten bij de leefwereld van een, ja. van een leerling. Um, dat zijn allemaal verschillende knoppen waar je kan uh, mee spelen. Uh, het hoeft niet per se. Uh de, de knop van de variatie en om de vijf minuten een andere techniek te zijn. Hè. Um, ik denk dat, er, um, dat als een, een leerkracht uh, geschiedenis effectief een verhaal kan vertellen dat aanspreekt, uh, door um, ja, naar, uh, inzichten naar de huidige uitdagingen uh, te brengen, dat dat even ja. fascinerend kan zijn voor een leerling dan dat je daar plots met hele actieve technieken gaat beginnen werken. Uh, wat we ook, en dat is, uh, is nog niet aan bod gekomen, wat we zeker ook weten, is dat uh, de relatie tussen leerkrachten en leerlingen een ontzettend belangrijke is. Om, uh, omdat je dan, als die relatie goed zit, dan weten we dat alles een beetje beter gaat tussen die leerkrachten en, en die leerlingen. Uh, en dat ja. geldt ook voor aandacht. Uh, als die, die band goed is, als daar respect is in de, in de twee richtingen. Uh, dan lukt het allemaal net iets beter. En ik, ik kan maar hopen dat die geschiedenisleerkracht effectief, hè, dat hij uh, een goede band had met de leerlingen, dat hij uh, uh, kon aansluiten bij de interesses van de leerlingen um, en dat hij nog aan een aantal andere knoppen aan het spelen was, hè, dus, uh, uh, waardoor hij zich perfect kon permitteren om vooral ja, een verhaal te vertellen te en uh, niet met ja. die afwisseling aan de slag te moeten gaan. Ja. Evie geeft, geeft les in het lager onderwijs. Die vraagt zich af: kan een leerling die onderuitgezakt zit, kan die minder goed opletten? Met andere woorden, moet ik werken aan de houding en dan volgt de aandacht ja. vanzelf? Netjes rechtop zitten, zoals we vroeger wel misschien iets vaker hoorden en leerden? Um, ja, um, die kans is reëel, uh, maar niet noodzakelijk. Um, het eerste wat ik daar, daarbij aan denk is, aandacht is een deel van een groter geheel. Hè. De, um, de leerkracht zegt iets, komt heel veel informatie op die leerling af en het enige wat ja. we met zekerheid zien, is het eindproduct. Hè. De leerkracht die een juiste antwoord geeft, een juiste antwoord opschrijft of wat dan ook. Uh, daartussen zit er veel, hè, waar je vragen kunt over stellen. Het um, ja. tuigelijke verwerking, um, aandacht zit daarin, executieve functies, lange termijn geheugen en informatie die daarachter zit, ja. om dan, op het eind van de rit, een antwoord voor te bereiden. Um, elk van die stappen kost ook tijd en uh, energie. Um, en we hebben effectief um, ja, uh, in bepaalde hersennetwerken uh, zeg maar, die, die, die die energie gaan aanleveren. Um, dan is het heel normaal, zelfs nu ook na 50 minuten straks, aan het eind van dit webinar, dat een aantal mensen wat meer onderuit gaan beginnen zakken en een aantal aspecten iets minder nauwgezet gaan kunnen opvolgen. Maar wat we dan wel hebben, is we kunnen nog altijd een soort van eigen evaluatie ook doen van wat ik nu aan het doen ben, hoe ik nu aan het meewerken ben, aan het opletten ben. Hoe verhoudt zich dat tussen wat eigenlijk nodig is om alles opgepikt te hebben? Dat stukje, die eigen monitoring, die eigen evaluatie, kost ook uh, energie. En als dat goed werkt, dan kun je je wat een keer rechtop zetten. Hè, en dan weet je, en nu gaat het weer wat beter lukken. Dus kunt je nog eens uit een ander vaatje tappen, hè, zoals ze dan zeggen. Ja. Um, maar dat is wel iets is, wat je leerlingen ook weer moet, moet bijbrengen, ergens. Wel, ja, maar als je inderdaad onderuit begint te zakken, dan begint je effectief wel te dalen in energiegraad. En dan uh, is de kans zeer reëel dat ook je. Uh, evaluatie van ben ik hier wel goed bezig en moet ik gaan bij uh, energie bijsteken? Dat die ook niet meer gaat werken, dat die ook ondergeactiveerd is op dat ogenblik. Ja. Dus als het uh, puur gaat om een energiekwestie, zeg maar, dan, dan denk ja. ik dat het uh, absoluut wel de bedoeling is om rechtop te gaan zitten, het als het helpen. is omdat het uh, dat iedereen hangt en dat het fijn is om mee te hangen, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Ja. Uh... Andere vraag, Cindy staat in het eerste jaar secundair. zegt ja, Een leerling die overbewegelijk is in de klas, die constant draait naar anderen, putst dan alles en nog wat, die reageert op alles wat er gebeurt. Ja, hoe zorg ik er dan voor dat hij rust krijgt in de klas? Uh, en niet met een billetje, denken we nu. Hè? Uh, helpt dan de klasopstelling? Zijn er andere dingen die je kan doen om die leerling meer rust te gunnen? Um, Pure rust. Um. Ik, uh, ja, ik meteen... stel de vraag misschien. niet wat <laughs> um, ja, om ervoor te zorgen dat hij in de les gewoon goed volgt. Ja, die... um, wel, Ik ga voor een stukje terugkomen op een, een antwoord dat ik daarnet al heb uh, gegeven. Ik denk dat de kunst ook is om, ook al weet je dat iemand een diagnostisch label heeft, om het niet meteen als een uitnodiging te gaan zien. om heel bijzondere, speciale dingen te gaan doen. die je niet bij een andere leerling zou doen. Hè. Ik denk dat het heel vaak in termen is van misschien net iets ja. meer te doen. Um, dus dat betekent zelfs als het over uh, rust gaat, hè, het tempo wat verhogen of verlagen, maar ook als het over aandacht uh, gaat, dat, je dan, um, ja, dat het dan, dan een zaak is om, om te weten dat veel dingen voor veel leerlingen gaan uh, werken. Um, we hebben ay, wat dat betreft, helaas bij een ouder leeftijdsgroep dan degene die, ay, waar jullie zich op, op richten. Um, uh, eh, namelijk het, in het hoger onderwijs hebben we bij studenten met het ADHD op een zeker ogenblik nagegaan, wat vinden jullie dat er nodig is om uh, goed met die aandachtsproblemen om te gaan, hè? dan krijg je een verhaal uh, dat bestaat uit, uh, uh, die leerkracht uh, moet het menen, hè, die moet zich gemotiveerd tonen, die moet ons met respect benaderen. Dat is een beetje die, het verhaal van die goede relatie. Er ja. zit ook iets in van, uh, over, uh, het mag ook wel wat uh, afwisselend en uh, engagerend zijn, ons antwoord laten, um, ons bevragen uit het dagelijks leven, uh, um, dat we daarnet aan bod laten komen. Um, en het, het andere is voldoende um, variatie eigenlijk ook wel aanbrengen. Um, ja. um, en dan zijn we vooral hebben we gezien dus bij 300 studenten in het hoger onderwijs met ADHD lijkt dat eigenlijk voor iedereen goed te werken om met die aandachtsproblemen om te gaan. Maar we hebben het ook aangeboden aan diezelfde lijstjes aan uh, studenten met bijvoorbeeld dyslexie en ISS. die zeiden exact dezelfde zaken. Hè? Uh, dus ja. um, de typische um, ja, suggesties die je soms aan denkt van dit is typisch voor iemand met ADHD. Heel vaak gelden die voor alle studenten en zijn dat eigenlijk inclusieve maatregelen. Dus het moet niet altijd um, um, ja, heel um, ADHD of stoornis gericht zijn. Ik zou vooral eerst beginnen nadenken wat werkt voor iedereen ja. en dat uh, loslaten op de leerlingen en dan zien of het werkt of niet om dan eventueel specifieker nog te gaan. Ja, Annelies heeft een vraag. Nog even ver, verder bordurend op ADHD en de zaak die al aanbracht. Uh, zegt van, er zijn maar weinig extra hulpmiddelen die je kan installeren. Zegt ze, zo komen we niet, zelf, niet ver, verder dan uh, geen meervoudige vragen op testen haalt ze bijvoorbeeld aan. Uh, gebruik van de hoofdtelefoon, een studiebuddy om externe prikkels te minimaliseren. Een leraar die de leerling regelmatig weer bij de les haalt. Ja, welke van die dingen die we nu net genoemd hebben... Uh, uh, zijn zinvol volgens jou? Welke kan je nog aanbieden? Ja, potentieel zijn ze, denk ik, allemaal grote kanshebbers uh, om te werken. Uh, ook vanuit het principe: ze kunnen ook voor anderen uh, werken. Um, ja. Ik denk dat um, er zijn verschillende redenen waarom iemand ADHD kan hebben. Hè. Een heel belangrijke reden zit verbonden met die executieve functies. Um, en wat we dan weten, is dat je, dat je vooral die mentale capaciteit moet gaan ontlasten. En dat betekent bijvoorbeeld uit het rijtje wat je daarnet al zei... een meervoudige vraag gaan uitsplitsen in deelvragen. Er zijn nog andere verklaringen voor ADHD. Bijvoorbeeld motivationele verschillen. Meer, prik, meer gevoelig zijn voor beloning. En op dat ogenblik weten we bijvoorbeeld dat... Als je een leerling niet goed in actie krijgt, wat soms het geval kan zijn, dus niet tot, ja, tot uh, starten kan brengen, um, kan ja. het immens goed werken om even voor jezelf te gaan inbeelden um, van hoe gaat de eindsituatie eruit zien. Stel dat ik dit taakje nu echt heb, heb gedaan of dit huiswerk wel nu eens wel gaan maken in plaats van het niet indienen. Wat gaan de gevolgen daarvan zijn? Hè? En dan als je daar, uh, de leerling vraagt om zich daar eens heel goed in te leven. Dan um, gaat dat visualiseren, zoals dat dan heet, gaat bijvoorbeeld helpen om, um, um, ja, om de voordelen van actie ten aanzien van de nadelen, het, het, de ontgoocheling van ouders, van leerkrachten enzovoort, maar ook ja, de eigen voldoening van iets ja. op een goed eind gebracht te hebben, is soms een, een goed startpunt bijvoorbeeld al om ja, ja, ja. Um, uh, uh, aan de slag ja. te komen. Nog één vraagje over ADHD, daarna keren we. Meer naar het algemene thema terug. Van een leraar, ik krijg er geen naam door, maar die zegt: Ja, ik heb een hoogbegaafde leerling met zware ADHD. Medicatie helpt heel weinig. Maar zij beweert dat het haar helpt om te focussen op verschillende dingen. Dus één moeilijke taak en tegelijk een makkelijke taak: muziek, foto's bekijken, kleuren. Uh, ik vermoed dus ook kribbelen tijdens de les en zo. Ja, ja. Terwijl ze Het ligt, kan ja, dat? Ja. En, dat? En kan hoe is dat absoluut. te verklaren? Ja. Um... Wel, um, um, dus ik had al twee verklaringen voor ADHD he, voor een stukje aangehaald. Die executieve functies en dan een motivationeel probleem. Er zijn er nog een aantal uh, die ik kan uh, opgeven. Ja. Maar eentje, um, heel expliciet, is ook dat je effectief uh, een afstemmingsprobleem hebt om net die energiebalans goed te hebben. Die gaat ervan uit, die uh, dan zie, enfin, Bij die kleinere groep moet ik wel zeggen, van mensen met ADHD, zie je dat de hersenen net een tikkeltje ondergeactiveerd zijn. Um, en uh, onderactiveerd, dan denk je van, dan ben je toch rustig. Ja, nee, hè, want ook het remsysteem, ja. impulscontrole, gaat minder goed aan de slag gaan. Um, en dat betekent eigenlijk dat extra prikkels voor die um, groep van leerlingen effectief er kan toe leiden dat er net iets meer hersenactivatie is. En dat de systemen allemaal iets optimaler gaan functioneren. met wat achtergrondmuziek, met wat extra prikkels. met inderdaad wat beweging, met wat gedroedel. Uh, um, uh, in de marge van, van een opdracht. Dus het, het kan perfect kloppen. Voor een klein groepje mensen met ADHD. Hè? Dus niet elke het... leerling die met een hoofdtelefoon aan het studeren is en muziek luistert en zegt dat nee, het dat zo is niet beter boodschap. gaat. Nee, dat is Niet elke leerling liegt. Nee, zeker niet elke leerling. Maar voor een aantal is het waar, ja. en je hoort daar de grappigste verhalen, um, dat ja. Met de, met, ik had iemand die, die, die zei van ja, ik studeer altijd uh, met uh, de, de, wat was het? Uh, de post televisie. Ik wist zelfs niet dat we dat kanaal hadden, maar de, met de Poolse televisie op de achtergrond. Uh, omdat ik dan van het gekwekker uh, op de achtergrond waar ik niks van begrijp, dat mij inhoudelijk niet kan afleiden, um, krijg ik gewoon meer prikkeling en kan ik me beter concentreren. Ja. Dus het, ja, het ja. kan perfect. Ja. Uh, nog een vraag die binnenkomt. Uh, op welke manier kan ik mijn leerlingen dan trainen om die, om die aandacht langer vol te houden? Wat kan ik als leraar doen? Uh, Brigitte, uh, ook in de chat vraag je dat af: hoe train, ik het, hoe train ik het werkgeheugen van mijn leerlingen? Kan ik dat? Uh, werkgeheugen, of zijn nou, dat twee verschillende vragen die ik nu stel? Het werkgeheugen, uh, trainen, uh, en uh, de aandacht en werkgeheugen de aandacht inderdaad, uh, niet hetzelfde, maar. Um... Uh, aandacht, uh, wat ik daarnet al gezegd heb hè? als je effectief telkens maar opdrachtjes van drie minuten blijft geven ja, dan ga je niet tot twintig minuten geraken hè? dus je, een deel van um, van je job later, maar ook een deel van je studentenleven bestaat ook uit, soms is het een moeilijke, soms is het een saaie tekst doornemen soms is het een tekst die veel te lang lijkt in vergelijking met hoe ver je zou willen gaan, en ik denk dat um, dan kom je echt tot, ja, tot, tot um, uh, ook tot scaffolding-principes. Eigenlijk moet je tot de grens gaan, soms een tikkeltje voorbij uh, wat haalbaar is. Om dan met inderdaad ondersteuning van uh, een volwassenen, een leerkracht in dit geval, dan, uh, net dat niveau hoger te kunnen gaan halen. En dat geldt voor werkgeheugen, maar geldt evengoed ook voor aandacht. Uh, soms moeten, moet je eventjes op het tippen van je tenen lopen. En daarmee bedoel ik absoluut niet heel de dag. <laughs> maar um, als je wilt, het stretchen van aandacht, is dat absoluut een deel van de oplossing. Er moet soms eens iets te moeilijk tussen zitten, om dan met een succeservaring dat, hoge, dat net dat niveau hoger toch nog te kunnen gaan bereiken. Hebben we een neiging misschien ook om leerlingen daar soms wat te onderschatten, zodra we signalen krijgen van oei, er, er dwalen er hier een paar af? Of ze uh, sputteren tegen dat je dan sneller gaat denken van aandacht verdwijnt en ik moet nu ingrijpen en iets doen. Um, Namelijk uh, stoppen met de tekst met die te lange overzicht. Ja, ja, ja. ja. Die ik durf ik, daar ik, geen uitspraak over te doen, want ik, ik hoort beide verhalen: hè, dat, dat soms leerkracht, ja. leerlingen overvraagd worden en anderen ondervraagd. Um, maar ik denk wel dat uh, als je bij jezelf de, ref, de reflex begint te zien van: oei, ik heb mijn leerlingen niet meer mee, dus ik ga het een beetje naar beneden bijstellen, de verwachting. Uh, ik denk dat we dat vooral niet moeten doen. Hè, en, en dat. Uh, dat je wel degelijk, zeker als je al een paar jaar ervaring hebt, dat je wel weet wat je van een leerling of een student ja. mag verwachten. En dat je daar niet moet op toegeven, maar net de weg moet vinden om dat niveau wel te gaan bereiken. Ja. Um, Anne uh, heeft dertig jaar ervaring... Uh, dus staat best wel wat jaren voor de klas en die zegt ja. Het antwoord aan haar moeten vragen. Uh, moest ik instructies veel minder vaak herhalen? Maar de, de laatste jaren lijkt het alsof ze me pas horen als ik instructie individueel geef of als ik ze vier keer geef. Ja, ja. Ik vraag me af, ja, klopt, kan die indruk kloppen? En hoe kan ik er beter voor zorgen dat die leerlingen ja. Ja, toch met mijn instructies aan de, aan de slag gaan als ze ze horen? Ja, eerst en vooral, er is geen enkele studie die aantoont dat het minder uh, zou gaan. Um, ik, ik hoor voor het ook als het over executieve functies gaat. Sinds corona hebben leerlingen minder goede executieve functies. Er is op zich ook niet echt uh, 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 ja, overduidelijk bewijs, bewijs voor. voor. Um, ik denk um, wat, ja, wat, wat geldt, niet alleen voor aandacht, maar ook voor andere zaken, is heb ik mijn leerlingen mee. Hè, en um, Um, dus dat, dat dat wel moet gecheckt worden en uh, bijvoorbeeld is, um, uh, mag ik even uw aandacht een keer tikken met een, uh, een krijtje of wat dan ook op het bord, daarvan, ja, daarvan weet je gewoon, dat zorgt even voor een piek, ik heb het al een paar keer over die energie gehad die nodig is om ja. de hersensystemen in actie te zetten, dat zorgt eventjes voor een piek, zodanig dat je wel weer um, alert bent. Um, en ja, dat is iets wat ik als lesgeef ja. uh, aan de universiteit ook soms doe. Je ziet soms wat mensen schrijven. En als het echt belangrijk is, de, dan even op bord tikken en je ziet al de hoofden plots weer omhoog gaan. Je uh, gaat er wel variatie moeten insteken, want als je onder vijf minuten op bord aan het tikken bent, gaat het natuurlijk niet meer lukken. Ja, als je maar, de hele het, tijd zegt dit is extra belangrijk, dan geloof ik ja, nee, dat kap dat. dat, wat je ja, zeggen dat bent, daar zijn. raak je heel snel gewoon aan, denk ik, als, als leerling. Ja. Um, maar het, het kan wel accenten leggen um, op die manier iets ja, wat verrassender doen, zorgt wel voor, de, voor een piek in energie. En dus schiet het aandachtssysteem weer in actie, zou je kunnen zeggen. Um, dus ik denk dat dat absoluut uh, iets is. Maar, maar, ja, volgens mij doet ja. ze dat al. <laughs> ik denk dat voilà, iets is, je wil net zeggen, met haar 30 jaar ervaring... Zal ik, ben er, ik ben ervan over doen, overtuigd, eigenlijk. Maar het blijft een constante strijd, <laughs> natuurlijk. Hè. Ja. Um, iemand vraagt ook van... Uh, ja, je, zei, je zei er net iets over de executieve functies. Ja, raad je het dan aan om... ...consistenter in te zetten in de basisschool, de kleuterschool misschien ook, op die executieve functies, om die te trainen, zowel klassikaal als misschien ook wel individueel met bepaalde leerlingen? Denk je dat daar een sleutel ligt? Voor aandacht dan, om betere aandacht te ja, hebben? Ja, voor aandacht. Um, wel, um, uh, op zich uh, is uh, aandacht en executieve functies zijn absoluut verweven. Hè? Uh, ik denk dat dat wel um, uh, dat, dat, dat heel duidelijk is. En um, het wordt voor een stukje als impulscontrole gezien. En dan voornamelijk daar waar alle informatie toekomt. Uh, dus dat betekent, alle zintuigelijke informatie komt toe. Wij kunnen niet aan alles, alle zintuigen, alles wat we horen, voelen, ruiken enzovoort, kunnen we aandacht besteden. Dat mechanisme wordt eigenlijk ook al voor een stukje geleid door uh, uw interesses en uw focus. Uh, Zet je EF-bril op, uh, is, een, is een programma dat in, in het kleuteronderwijs uh, ja. uh, heel sterk... Uh, um, ja, wordt ingezet. Een Zo van die opdrachten zegt, ja. daar bijvoorbeeld uh, is uh, uh, daar, dan heb je dan pictogrammen van een mondje, een oortje, een neusje enzovoort. En op voorhand wordt voor het al de vraag gesteld uh, aan de leerlingen uh, voor de volgende opdracht, die wordt dan uitgelegd wat gaan we nu moeten inzetten? Hè? En dan uh, zeggen ze ja, ah, enkel de worden. oortjes. En op dat ogenblik weten de leerlingen perfect, ah, vanaf nu uh, alles wat je mij opkomt, mag, moet ik verder negeren, ik mag enkel luisteren. Um, dus je kan uh, wel degelijk via executieve functie versterking, via impulscontrole voor een stuk gaan bepalen en daar waar de aandacht gaat op liggen um, dus het kan ertoe bijdragen, maar ik zou ik denk dat het um, En effectieve executieve functie trainingen worden soms ingezet om uh, een behandeling te geven voor ADHD Um, maar ja. wat ik daarnet al gezegd heb, er zijn heel veel verschillende verklaringen uh, waarom iemand ADHD heeft. Over dus ADHD. het is niet. Ja. Ik heb AD, een kind met ADHD, laten we op executieve functie inzetten. Dan komt het allemaal goed. Helaas niet, want je zal maar net dat motivationeel probleem hebben. dat toe, aan de grondslag van je ADHD-symptomen ligt. Dan mag je die EF versterken zoveel als je wilt. Het ADHD-gedrag ja. gaat niet weggaan. Maar het kan een deel van de oplossing zijn. Um... De voeding haalt hier ook iemand aan. Speelt hij een rol in het bevorderen van gerichte aandacht. Uh, wat doet slaap? Ja, ik moet eerlijk toegeven: slecht slapen of honger, het helpt mij ook niet op die, op die lastige momenten om te blijven opletten. Dus ik vermoed dat je daar wel iets over kan ja. zeggen. Uh, uh, slaap, <laughs> laten we daarmee beginnen, dat is het makkelijkste. Um, wat je wel, en, en daar zit je ook een beetje half al bij het verhaal van sociale media, denk ik. Um, um, dat uh, we. Uh, ja, we weten dat uh, er eigenlijk wat te weinig geslapen wordt bij de jongeren, um, echt structureel. Ja. En dat heeft met verschillende zaken te maken. Onder andere kan het ook met sociale media te maken hebben. De, de, de drang voelen om tot s'avonds heel laat deel van ja, een sociaal netwerk uh, te zijn. En voilà. daar gebeurt van alles in je klasgroep. En je wil daar nog deel van uitmaken. Het gevaar is vooral. Uh, wat je eigenlijk afneemt aan slaapuren, betaal je de volgende dag wel cash omdat je minder fit bent, dat je aandacht minder sterk uh, um, zal zijn, je bent minder refreshed hè, eigenlijk. Uh, waardoor de volgende dag ook weer een opgave wordt. En voor ja. je het weet, kan je daar wel in een soort van visueuze cirkel geraken. Dat je dan de volgende avond nog langer aan je huiswerk gaat zitten, want het vaatje is leeg. Waardoor dat je eventueel dan begint te piekeren, van ik ga het niet helemaal hebben. Dan komt weer die sociale media om de hoek kijken. Dus voor je het weet, heb je daar wel het risico op, op een visueuze cirkel. Um, en uh, ja. als we dan toch een aantal regels van sociale media uh, en, en, en smartphone gebruik hebben, denk ik dat daar wel eentje zit: dat nachtrust wel nachtrust moet zijn. En uh, ja. Uh, ja. ja, en dan, dus, vlie... dan zeg je die, die slaperige tieners. Um, en toch, ja. uh, Oscar zegt hier, ja, mijn vak wordt ligt altijd, zegt niet welk vak hij dan precies geeft, hij zegt het ligt altijd in de namiddag. Uh -huh. Wiskunde krijgt voorrang en komt vaker in de voormiddag, omdat leerlingen zich dan beter kunnen focussen, wat ik me nogthans niet meteen voorstel bij, bij de gemiddelde tiener. Ja, ik ging net, zeg, net zeggen, uh, komt hij uit uh, het, het secundair onderwijs als leerkracht? Want dan heb ik goed nieuws voor ja, hem. Het secundair onderwijs, <laughs> ja. 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 Um, we, we hebben allemaal een, een circadiaans ritme, heet dat. Dat is een, een dagritme. Dat is net geen uh, 24 uur. Dat is eigenlijk hebben, uh, is ons lichaam gebouwd om 24 uur en een half of 25 uur uh, uh, Cycli te hebben. Goed, je, en ja. uh, dan zie je effectief dat, tegen dat je ochtends opstaat, dat alles uh, na, uh, weer kan gaan stijgen, een aantal hormonale, biologische processen, waardoor dat je effectief ochtends, theoretisch gezien ochtends betere aandacht zou kunnen hebben dan later op de dag, wanneer uh, het vaatje wat begint leeg te lopen en er ook meer slaapdruk uh, weer begint te ja. komen. Um, maar wat je vooral ziet, is dat uh, adolescenten effectief opschuiven omwille van biologische veranderingen in hun lichaam, dat, ja. uh, dat ze niet op een exacte 24-uur-cyclus zitten en dat ze de neiging hebben om meer naar avondtypes uh, te gaan. Wat zoveel betekent als dat we hen uh, elke dag een, een strijd opleveren uh, om hen ochtends vroeg fris en monter in de klas te hebben. En als dan lessen om 8.30, 8.45, 9 uur beginnen, dan uh, is dat voor hen effectief wel een grotere opgave... Uh, dan ja. pak we weg om elf uur een vak te hebben, uh, ja. omdat we dus Te veel vanuit ons eigen systemen... standpunt vertrekken en denken van, we zetten het aan het begin van de schooldag, die zware vakken, levert uh, niet noodzakelijk op. Uh, niet, niet noodzakelijk, effectief. En ik denk dat, het, uh, ja. dat de redenering eerder zal opgaan voor lager onderwijs dan voor secundair onderwijs, wat dat betreft. Ja, daar wel, wel winst van te halen. Um, ja, voor om het wel vaatje... bedoel ik dan, hè? Ja. Ja, 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 absoluut. Ja, voor ons vaatje leeg is Dieter, uh, van, van aandacht dan ja, wil ik zeggen, okay. uh, een, een laatste vraagje voor we eindigen. Uh, een paar deelnemers aan de webinar die zeggen, ja, ik zou me graag verdiepen uh, in en verder lezen rond ADHD, rond focus. Heb jij goede boekentips voor op het nachtkastje of de reiskoffer deze zomer? De boeken waarvan je zegt... Uh, toegankelijk uh, ja. en je weet er meteen een hoop mee. Uh, 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 ja, ik ging, ik ging net zeggen, uh, Klasse voorziet in een interview binnen een paar dagen over uh, ADHD, als ik het uh, goed ah, ja. heb. Ook waar. <laughs> dus misschien moeten we daar al mee beginnen, de, dat artikel te lezen. Uh, ik weet niet of dat, dat ik eventueel een lijstje kan delen. Uh, dat artikel ja, um, bezorgen we uh, ook bij de nazorgmail die volgt. Okay. En uh, ja, we kunnen... We kijken ook of we, of we in die nazorgmail uh, misschien een lijstje van jou kunnen opnemen. Okay, ja. Wat ik ook nog wil zeggen: mensen die dachten bij die executieve functies: wat is dat precies allemaal? Ik ken het van ver, maar niet zo precies. Uh, we hebben ook met, met, met jou, Dieter, al eens een explainer opgenomen, waarin je eigenlijk in drie minuten uh, kort en helder samenvat wat die executieve functies zijn. Dus die kan je ook altijd vinden. Uh, en die kunnen we ook wel in de nazorgmail meesturen als mensen daar wat aan hebben. Uh, zo, Dieter, ons lesuur zit erop. Uh, van harte bedankt om bij ons mee te zoeken naar antwoorden. Uh, aan jullie allemaal van harte bedankt om te kijken. Hopelijk had je wat aan de inzichten van Dieter. Uh, wat we vandaag besproken hebben en meer vind je ook op klasse.be. En na deze webinar bezorgen we jou, zoals gezegd, nog een mailtje met waardevol materiaal op maat. Fijn dat je meekeek. Bedankt om net als zoveel andere leraren je schouders te zetten onder dit thema. Het was ons laatste webinar van dit schooljaar. Eind augustus is er weer eentje. Dit keer rond motivatie en hoe jij je leerlingen een schooljaar lang kan motiveren. Abonnees van Klasse Magazine kunnen inschrijven met de QR-code in hun juninummer. En vanaf half augustus kan je ook inschrijven via onze online kanalen. Misschien tot dan en sowieso nog een heel fijne woensdagnamiddag.